Hoe vier je het offerfeest in deze coronatijd? Nou, niet in de moskee, maar buiten. Verslaggever Richard Schuurman is bij de Abu Bakr Moskee in Almere stad. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het offerfeest al aan de gang? Ik kan zeggen, het plein achter mij... Nou, het is hier eigenlijk op dit moment eigenlijk alweer een beetje voorbij. We waren hier even voor 7:30 en toen was het al behoorlijk druk. Het pleintje hier achter mij naast de moskee zat helemaal vol met mannen op hun kleedje. Ze probeerden 1,5 meter aan te houden. Of dat helemaal is gelukt, daar heb ik zo mijn twijfel over. Want ja, het offerfeest wordt vanwege de coronamaatregelen deels buiten de moskee gehouden. Maar niet geheel buiten, want binnen zaten toch ook wel mannen. Normaal zitten er zo'n 600-700 mensen binnen. Dat kan allemaal niet vanwege corona. En daarom hebben ze het opgedeeld in een groep van ongeveer 200 mensen binnen. En de rest kan naar buiten toe. Daarvoor hadden ze dus het buitenterrein in gebruik. Dat gebeurt overigens wel vaker. Maar het is inderdaad passen en meten. Want ja, de corona gooit toch wel roet in het eten. Bestuur had zelfs even bekeken van kan het allemaal wel doorgaan met corona. Maar het offerfeest is te belangrijk om het niet door te laten gaan. Nou, Richard, het is best een handige oplossing. Hè? Vooral, ze hebben er goed weer bij. Vandaag zeker wel. Het offerfeest duurt nog 3 dagen. Maar dit was wel vanochtend het belangrijkste moment. Dus met een stralend zonnetje, wat zelfs heel fel schijnt... is het een heel goede start van het offerfeest. Wat is dat ook alweer? Dat is de dag waarop de moslims herdenken dat de profeet Abraham of Ibrahim... zijn zoon Ismaël als offer aanbood... maar een signaal kreeg dat hij zijn zoon kon sparen als hij daarvoor een schaap of een lam zou offeren. Dat is ook de traditie die bij het offerfeest hoort, dat er ook schapen en dieren worden geofferd. Er is natuurlijk ook wel weer een bepaalde discussie over, maar dat hoort wel altijd nog bij deze traditie. Vooral de mensen die er het geld voor hebben, die kunnen een schaap kopen en die kunnen dat laten offeren. En dat gebeurt ook vandaag weer. Maar hier bij de moskee is het nu vandaag verder wat rustiger op het gebruikelijke vrijdaggebed na. Ja, ik hoor een heleboel auto's achter je langs rijden. Is iedereen alweer op weg naar huis dus? Ja, daar wordt hier nog wat nagepraat. Het was hier net ook heel veel mensen op de fiets. Want dat is iets wat wel was afgesproken. En dat zei burgemeester Weerwind gisterochtend ook. Het offerfeest kan doorgaan. Maar hij had afspraken gemaakt met de moskeebesturen. Dat zij buiten een plek zouden hebben waar ze hun gebedsdienst zouden kunnen doen. Maar ook het verzoek aan de mensen om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Met eigen kleedje. Dat lees je hier ook inderdaad op de posters. Neem je eigen gebedskleedje mee. En ga niet elkaar allemaal knuffelen en handen geven. Dus de desinfectiemiddelen stonden hier ook klaar. En Weerwind was tevreden over de manier waarop hij die afspraken heeft kunnen maken. Nou, die zijn ook vandaag allemaal in de praktijk gebracht. Nou, hebben ze dus al die afspraken gemaakt met de gemeente. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die daar omheen wonen. En het is in het openbaar om 7:30 ochtends vroeg op de parkeerplaats. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen in de omgeving daar even blij mee was. Is dat zo? Ik ken hier de situatie onvoldoende om te beoordelen hoe druk het is op een gewone vrijdag als het vrijdaggebed er is. Maar ik neem aan dat er dan toch ook heel veel mensen komen. Deze ochtend zal ongetwijfeld drukker zijn. Ja, en dat heeft wel effect op de wijk. Je ziet verkeersregelaars van de Abu Bakr Moskee die proberen de mensen te wijzen waar ze hun auto kwijt kunnen. Maar het zal geen leugen zijn om te zeggen dat er heel veel auto's hier overal geparkeerd staan. En dat dat een behoorlijke druk op de wijk legt. Maar ik heb verder geen mensen gezien die hier... misschien één wijkbewoner die het een beetje in de gaten hield. Samen met de politie en wat BOA's. Maar er is verder geen probleem geweest hier. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het gewoon rustig verlopen is dus. Inderdaad. Mooi. Eindelijk al goed. Dankjewel.